Kijk, dit is de sjaal van dichtbij. Ik weet nog niet precies hoe ik de foto ga maken. Maar dit is gewoon een driehoeksjaal. Hier zo. Hij is bijna 2 meter breed. Zo. En hij is halve meter. Dus dat valt heel erg mee. Ik vind het geen omslagdoek. Dan zou die, wat mij betreft, langer moeten zijn, de punt. Maar ik vind, zet ik de camera weer aan? Toen nou joh. Maar wat mij betreft, er zijn zoveel omslagdoeken met een hele diepe punt. En maar weinig in een model zonder diepe punt. Dus ik dacht, weet je wat, laten we eens met een minder diepe punt doen. Nou, je kunt hier nu ook zien dat ik hier een randje van losse met een vaste als afwerking heb gedaan. En hier bovenin heb ik een randje met 3 stokjes, waaiertjes met 3 stokjes gedaan. En verder is het het visnetpatroon eigenlijk. Alleen iedere tweede rij of iedere eerste rij, net hoe je het wil zien, is 1 zo'n boogje gevuld met 5 stokjes. En de rij erna zijn er alleen open boogjes. En dan weer om en om een open boogje en 1 met stokjes, een open boogje en 1 met stokjes. Nou, dat is eigenlijk het patroon. Het garen wat ik heb gebruikt is deze. Yarn Art Dancing Baby. En die kun je gewoon online bestellen. Ga maar zoeken. Dan kom je bij wolwinkels uit waar ze dat verkopen. Ik ga geen links geven en zo, maar als jij zoekt op Yarn Art en dan Dancing Baby, dan kom je dit echt tegen. En ze hebben verschillende kleursamenstellingen, want het is van het langzame verloopgaren, gemêleerd. En ik had deze, ik vond deze wel heel erg mooi. Steenrood en dan oranje en blauw en bruin en ja, iets minder bruin. En dan weer wit en dan weer dat mindere bruin en beige. En dan gaat hij weer, nou, zo loopt hij steeds rond. Voor deze doek heb ik 2 van deze bollen gebruikt. En daar heb ik dit beetje nog van over. Dus met net geen 2 bollen heb ik deze sjaal gehaakt. En dat heb ik gedaan met haaknaald, kun je het lezen? 4,5 mm. Op het label staat haaknaald, even kijken hoor, hier. Haaknaald 4 mm. Daar, haaknaald 4 mm. Maar ik vond het dan een beetje te strak worden. Zo'n omslagdoek, zo'n sjaal mag wat mij betreft altijd lekker soepel vallen. En die boogjes helpen daar al bij. Maar als je dan net een iets dikkere haaknaald neemt, dan nog meer. En hoe dikker je haaknaald, ja, hoe grover de steken worden. En als je een dunnere haaknaald neemt, dan wordt het allemaal wat compacter. Maar dan wordt het ook wat stijver. Dus dat is een keus die jij zelf kunt maken. Nou, hoe gaan we hiermee beginnen? Ik ga een lusje op mijn haaknaald doen. Nou, ik zei al, hè, haaknaald 4,5 en lusje op mijn haaknaald. Dan begin je met 4 lossen. En je moet echt niet te strak haken. 1, 2, 3 en 4. Daar begin je mee. En dan in die allereerste lossen, daar haak je 4 stokjes in. Die andere 3 lossen tellen voor het eerste stokje. Dus dit is 1 stokje. In diezelfde lossen 2 stokje. De derde en de vierde. En dan heb je een waaiertje van 5 stokjes, want die 3 lossen hier aan het begin, die 3, die tellen als stokje mee. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, om het werk te keren doe je 8 lossen. Waarom nou 8? Nou, de eerste 3,
1, 2, 3, die tellen als stokje. En dan moet je er 5 maken om een boogje te maken. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. Dan heb je een stokje en een boogje. En dan moet je naar het middelste stokje, de derde. Dit is de eerste. Dit is de tweede. En dit is de derde, de middelste. Daar doe je een vaste. Dan doe je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. We gaan een stokje maken, dus ik sla alvast om. En dan in die bovenste lossen hier, van dat eerste stokje, die 3 lossen waren, daarin steek ik onder 2 lussen door zo. En dan maak ik mijn stokje. En dan heb je dit. Dan heb je een waaier met daarboven 2 open boogjes. En dat is het patroon. Ha, simpel eigenlijk. Maar ja, hoe moet je nu verder, hè? Je moet nu beginnen met een waaier. Dus 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Ik draai mijn werk om. En dan hier in dat stokje van net, van de vorige ronde, daarin maak ik 4 stokjes bij. Want dan heb ik er weer 5 bij elkaar als waaier. Dus dit is 1. 2. 3. 4. En de laatste. Oh nee, 4 moest ik er doen, hè? Ja. Want ik heb er 5, kijk. Die 3 losse telden als 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we nu een vaste in het boogje. Hier heb je het boogje. Daar doe je een vaste in. Nu komen er geen 2 waaiers naast elkaar, maar je krijgt een waaier, boogje, waaier. Dus we gaan een boogje maken. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En in het volgende boogje, daar doe je een vaste. We moeten nu weer een waaier komen. Dus ik sla om een stokje te kunnen doen. En ik tel vanaf de onderkant de derde losse. Dat is dan de bovenkant van het stokje, want die 3 lossen telden als stokje. Dus daar steek ik in onder 2 lussen door. Derde losse. En in die losse, daar maak ik 5 stokjes voor mijn waaier. Dus 1. 2. 3. 4. En 5. Zie je dat hij heel wijd gaat staan? Hij is al veel wijder dan dat hij hoog is, hè? Nou, gaan we weer een rij doen met alleen boogjes. Nou, die rij begin je met 8 lossen. 3 voor het stokje en 5 voor het boogje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan draai ik mijn werk om. En in het derde stokje moet ik een vaste maken, de middelste. Het is 1, 2 en 3. En daarin komt een vaste. Dan weer 5 lossen voor een boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je vast met een vaste
in het volgende boogje. Dan doe je weer 5 lossen voor een boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je vast met een vaste in het derde stokje. Dan moet je niet die vaste hier meetellen. Dat is echt de vaste. Die moet je niet hebben. Je moet echt het middelste stokje hebben. De derde. 1, 2 en 3. Daarin doe je een vaste. En het laatste boogje, daar doe je altijd 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je vast met een stokje in de bovenste lossen van die losse ketting hier op de zijkant. Dus, een stokje. En dan heb je nu een rij gemaakt met alleen open boogjes zo. Staat je gaan hoor. Ja? En dan komt er nu weer een rij met waaier, boogje, waaier, boogje. Zo gaan we de volgende rij doen. Nou, waaier begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. Ik keer mijn werk en die 3 lossen zijn het eerste stokje. Dus er moeten er nog 4 bij. In dat eerste stokje hier, die eerste steek, daarin doe je 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En dan doe je een vaste in het eerste boogje. Na de waaier komt weer een open boogje, dus 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En een vaste in het volgende boogje. En er moet nu weer een dichte waaier komen. Nou, die steek je in de vaste tussen de 2 boogjes in. Hier. Daar maak je 5 stokjes. Dus 1 in die vaste, 2 tussen de boogjes, 3, 4, 5. En dan doe je weer een vaste in het volgende boogje. En dan heb je precies een gevuld boogje gemaakt. Hier heb je een open boogje. Hier heb je een gevuld boogje. Een waaiertje van 5 stokjes. Nou, er komt nu weer een open boogje, dus 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En je doet een vaste in het volgende boogje. En je eindigt weer met een waaiertje. Een gevuld boogje. Net als waar je mee begonnen bent. Dus je slaat om en je zoekt weer de derde losse. 1, 2 en 3. En daar steek je in. En daarin maak je dan je 5 stokjes. 1. 2, 3, 4 en 5. Nou, Krako is nou klaar. Het is genoeg hoor. Kijk. Dan heb je eerst 1 waaiertje. Dan heb je er 2. En nu heb je er 3. Ja. En zo wordt hij een stuk breder, terwijl hij niet zo snel in de hoogte groeit. En dan krijg je niet zo'n diepe punt als je toch een hele brede sjaal
tas, omslagdoek, hoe wil je het noemen? Als je dat wil gaan maken, dan kan dat hiermee. We hebben net die gevulde boogjes gedaan, dus nu komt er weer een rij met alleen maar open boogjes. Een rij met open boogjes begin je met 8 lossen. 3 voor het stokje. 1, 2, 3. Ik draai mijn werk. En dan doe ik er 5 voor het boogje. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan in het derde stokje, daarin doe je de vaste. 1, 2 en 3. 5 lossen voor het boogje. 1, 2, 3, 4, 5 en een vaste in het volgende boogje. 5 lossen voor het boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je vast met een vaste in het derde stokje. 1, 2 en 3. Daarin doe je een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het boogje. 5 lossen voor een boogje, dus 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je weer vast in het derde stokje. 1, 2 en 3. En dan het laatste boogje. 5 lossen. 1, 2, krakel, 3, 4, 5. Sorry hoor jongens, hij vindt het zo gezellig. En dan de derde losse, de bovenste. Niet het stokje, maar die erna. En daarin doe je een stokje. En dan heb je weer een rij met open boogjes. Ja? Komt nu weer een rij met boogje. Waaier, boogje, waaier. Of nee, eigenlijk andersom. Hè? Waaier, boogje, waaier, boogje. Nou, als je met een waaiertje begint, dan blijft continu hetzelfde. 3 lossen. 1, 2, 3. Je werk draaien. En dan in dat stokje hier, daar doe je nog 4 stokjes bij. Dan heb je er weer 5. Want die 3 lossen, die tellen voor stokje. Hè? Dus dit is 1, 2, 3 en 4. Dan heb ik er weer 5 op een rij. 1, 2, 3, 4, 5. En een vaste in het boogje. Na een dicht boogje komt een leeg boogje. 5 lossen. Een vaste in het volgende boogje. En er moet nu weer een dicht boogje komen, dus een waaiertje van 5 stokjes. En die doe je in de vaste tussen die 2 boogjes in. In die vaste. Daarin doe je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 en een vaste in het volgende boogje. Nou, weer een open boogje. 1, 2, 3, 4, 5 lossen en een vaste in het volgende boogje. En dan weer een waaiertje van 5 stokjes, want er moet weer een dicht boogje komen. En die stokjes haak je dus in die vaste tussen de 2 boogjes in. 5 stokjes. 1, 2, 3. 4,
en 5. En een vaste in het volgende boogje. Nou, hij is nog niet klaar, we zijn nog niet op het eind, dus weer een open boogje. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het volgende boogje. En dan moeten we stoppen met een waaiertje met een gesloten boogje. Dus ik sla om een stokje te doen en ik zoek de derde losse. 1, 2 en 3. En daarin haak ik weer 5 stokjes. En ik probeer altijd dat ik onder 2 lusjes door kan gaan. Dan zit het net wat prettiger, mooier. Ja, vind ik gewoon. Anders krijg je zo'n dikke lus, hè? Of een open lus, dan gaat trekken en zo. En ja, dat vind ik zelf minder mooi. Dus als het lukt, onder 2 lusjes door in die lossen. Nou, dit is mijn derde stokje. Mijn vierde stokje. En mijn vijfde stokje. Kijk, dan heb je dit. En je ziet die puntjes die trekken naar beneden. Maar als je dan weer die open boogjes erboven doet, dan trekt het toch weer meer recht zo. Dat heb ik gemerkt tijdens het haken. Dat die, als je zo'n waaier hebt gedaan op de hoeken, dan staat het helemaal naar beneden. En ik dacht, och hemel, komt dat wel goed? Jawel, dat komt goed. Kijk. Ik doe het nog 1 keer voor en dan moet je het patroon gewoon kennen. Want het zijn maar 2 rijen die je doet. Die blijf je herhalen. Alleen ja, het worden steeds meer boogjes die je moet doen. Dat is eigenlijk alles. Nou, een open boogjesrij. We hebben net met die waaiers gedaan. Dus nu komt weer alleen maar open boogjes. De rij begin je met 8 lossen. 1, 2, 3 voor het stokje. En dan nog 5 voor het boogje. Dus 1, 2, 3, 4, en 5. En dan maak je het boogje door de vaste te maken in het derde stokje. 1, 2 en 3. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Vaste in het open boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En vaste in het derde stokje. 1, 2, 3, 4, 5. En vaste in het boogje. Krakel! Ja! Zal ik je ook een haaknaald geven? En een bolletje wol. Ga je dan ook mee haken? 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het derde stokje. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het open boogje. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het derde stokje. 1, 2, 3. En het laatste boogje. 1, 2, 3, 4, 5. En een stokje nu in de bovenste lossen. Dus ik steek onder 1 lusje door. En dan ga ik door het gaatje zo naar beneden naar achter. En als je dan kijkt, heb ik 2 lusjes op mijn haaknaald. Zie je? En dan maak ik mijn stokje. En dit is de achterkant, hè? Hier, dit is de achterkant van het stokje. En zo doe je het. Zullen we nog 1 keer die dichte boogjes doen? En dan haak ik een klein stukje verder. En dan kan ik laten zien hoe ik dat randje heb gedaan. En dan kun jij hem zo groot maken als je wil.
Dus als ik nou nog één keer zo'n rand doe met van die dichte waaiertjes erbij, hè? Nou, je begint altijd met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan draai ik mijn werk. En dan in dat stokje. Dat eerste stokje hier, daar doe ik 4 stokjes bij. Dan heb ik er weer 5 in totaal. 1, 2, 3, 4, zo. En dan heb ik er 1, 2, 3, 4, 5. Nou, een vaste in het eerstvolgende boogje. Open boogje, 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in het volgende boogje. En dan weer een dicht boogje. Dus 5 stokjes in de vaste tussen die 2 boogjes in. Zie je, hier heb je die 2 boogjes. En dan de vaste. Daarin 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 en vast in het volgende boogje. 1, 2, 3, 4, 5 en vast in het volgende boogje en dan weer. 5 stokjes in de vaste. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En vaste in het boogje. 1, 2, 3, 4, 5 lossen en vaste in het volgende boogje. Dan weer een dicht waaiertje in de vaste tussen de boogjes in. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En een vaste in het volgende boogje. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En vaste in het volgende boogje. En dan je laatste waaiertje in het derde losse. 1, 2, even kijken. 1, 2 en 3. In de derde doe je ook weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. Dit is het. Dit is alles. Ja, heel mooi, Krako. Nou, als je dan de lengte gedaan hebt zoals je hem hebben wil. Ik zou kijken naar hoe breed is hij. Nou, mijn sjaal, das, omslag, ding, geval, heb ik zo breed gemaakt dat als ik hem bij de punten zo vasthield, zo bij de punten, en mijn armen wijd uitspreiden, was hij net zo breed. Nou, ik ben ongeveer, 1,78, 1,80 ongeveer. Nou ja, dan is de breedte tussen mijn armen ongeveer hetzelfde. Dat vind ik een prettige breedte. Maar je kunt hem altijd breder of smaller maken zoals jij het hebben wil. Dat is echt, zo moet je doen, zoals jij het wil. Je kunt het met andere garen doen, je kunt het met andere haaknaald doen. Probeer maar uit, dit patroon kan echt. Dat is zo grappig. Ik vergeet te vertellen hoeveel meter hier op een bol zit, zodat je eventueel kunt vergelijken. 100 gram zit 250 meter op. Dus als jij eurobollen wil nemen, dan weet je ook ongeveer hoeveel of dat je er nodig hebt om de omslagdoek, sjaal, ding, geval te krijgen zoals ik hem had. Maar echt, het kan met dat gemêleerde pluizige garen van nou ja, de Fenna, de Action, kijk maar.
Duurgaren kan het ook mee. Kijk maar wat jij wil. Het is echt zo'n veelzijdig steekpatroon. Het is zo ontzettend leuk. Ik denk dat ik nog één rand met open boogjes doe. En dan kom ik terug en dan laat ik zien hoe of dat ik die bovenrand heb afgewerkt. En ook die twee zijranden. En dan, ja, dan is die klaar. Dus tot zometeen. Nou, je zult niet geloven. Ik zet mijn camera uit en Krako is stil. De lummel. Maar ik heb dat ene boogjesrandje er weer op gedaan. En dan ga ik nu laten zien hoe of dat ik dan die bovenrand heb gedaan. En hoe breed je sjaal ook is, die kan gewoon. Ik begin met 3 lossen. 1, 2, 3. En die telt als eerste stokje. Draai mijn werk. En net als net, in dat eerste stokje, ga ik weer stokjes haken. Alleen nu maar 2 erbij, zodat ik er 3 heb en geen 5. Kijk, 2 stokjes. Dan heb ik er 3 op een rij, met die 3 lossen hier erbij. Hè? En die zet ik vast met een vaste in het boogje. Ik sla om en in de vaste tussen die 2 boogjes in doe ik gelijk weer 3 stokjes. Dus ik doe nu niet een open boogje ertussen, maar ik doe gelijk 1, 2, 3 stokjes. En een vaste in het volgende boogje. In de volgende vaste, tussen die 2 boogjes in, hè? Daar in die vaste, daar doe ik weer 3 stokjes. 1. Hop. 2. En 3. En een vaste in het boogje. En zo werk je de hele rij af. In de vaste 3 stokjes. 1, 2, 3 en een vaste in het boogje. En zie je hoe grappig dat kleurverloop is van die dancing baby? Ik vind dat echt heel erg leuk. Eén, twee, drie stokjes en een vaste in de losse boog. Ik ben een beetje te ontspannen. Gewoon heerlijk lekker. 1 en 2 en 3. En weer een vaste. Nou, zullen we gewoon dat hele rijtje doen? Zoveel zijn het er niet, hè? Eén. Twee. Drie. En weer een vaste. 3 stokjes weer in de vaste, tussen de boogjes in. 1, 2, 3, vast in het boogje, en dan ben ik er bijna, 1, 2, 3, een vaste. Krakel. 1. 2. 3. En een vaste. En dan de laatste weer in de derde losse. 1, 2 en 3. En dan onder 2 lusjes door. 1.
En 3 stokjes erin. 1. En 3. Kijk, dan heb je zo die bovenrand. Ik vind het mooi. Als jij een andere rand wil, gewoon doen, hè? Dat weet je. Mag van mij allemaal. Misschien maak je er wel iets heel creatiefs van. Hartstikke goed. Maar ik ga nu de zijkant hier doen. Daarvoor doe ik 3 lossen. 1, 2 en 3. En je ziet, ik heb mijn haakwerk al zo aan de zijkant vast. En dan in die steek waar die laatste waaier in zat, aan de zijkant, daarin doe ik een vaste. En dan doe ik weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan hier bovenin, in de steek van het stokje. Zal ik inzoomen? Kijk. Dit is het stokje zo, hè? En dan daarbovenin, dat is de steek van het stokje. Daar. Daar doe ik mijn vaste in. Daar steek ik in. En dan weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan hier waar dat waaiertje in zit, in die steek. Daar steek ik in voor mijn vaste. 1, 2, 3 lossen. En in de steek van het stokje weer een vaste. Nou, zo werk je helemaal naar de punt. Dus 3 lossen en een vaste. Totdat je bij de punt bent. Nou, onderin de punt. Ik heb alvast 3 lossen gedaan. En helemaal in het puntje, daar doe ik een vaste. En dan doe ik verder niks bijzonders. Ik ga gewoon naar de volgende zijkant. Zie je? Deze zijkant. Deze heb ik nou gedaan, hè? Dus die zijkant. En daar doe ik weer precies hetzelfde. 3 lossen. 1, 2 en 3. En hier in die steek een vaste. 1, 2, 3. En in de steek een vaste. Nou, totdat je weer bovenaan bent. Zie ik je daar weer. Helemaal bovenaan. Ik heb mijn 3 lossen al. En die zet ik vast in de bovenste los hier. Niet in het stokje van de waaier, maar echt in die lossen. En die zet ik vast met een halve vaste. Dus lus ophalen, door de lus op je haaknaald. Dan kun je hem afknippen. Ik doe het niet, ik knip hem niet af hoor. Want dat vind ik zonde. Want dit kan ik gewoon weer uithalen, bij mijn bolletje halen. Misschien nog iets anders mee maken. Dus ik knip hem niet af. Maar je knipt hem af, draad doorhalen, netjes wegnaaien. En je hebt je omslagdoek. Dit wordt het. Dit is alles. En als je dit dan zo vol blijft houden, dan leg ik hem even opzij en pak ik de andere erbij. Kijk. Dan krijg je dit. Dat blijft zich herhalen. Je zou dit patroon zelfs voor een tas kunnen gebruiken. Oh, geen idee. Verzin er wat mee. Alleen ja, dit is nou in een driehoek en je kunt het ook recht omhoog doen, hè. Maar goed, dit is de driehoekpatroon. Zo. Maar hier heb ik ook die rand met die losse. En bovenaan heb ik die rand met die 3 stokjes als waaier. En hoe breder je sjaal wordt, des te ja, gaver vind ik, wordt het kleurenspel, de kleuren dansen. Het is echt, ja, dat garen trouwens, hè, hier. Het is lekker zacht. Het haakt hartstikke lekker weg. Dit bolletje, dit, heb ik al 2 keer uitgehaald. Omdat ik er iets mee gemaakt had wat ik niet leuk vond. Dus had ik al 2 keer uitgehaald.
En ja, zie je verschil? Het haakt gewoon precies hetzelfde. Behalve als je heel strak haakt natuurlijk. Hè. Als je heel strak haakt en je hebt dat draadje heel erg uitgetrokken, weet ik niet hoe die terug in model komt. Maar ja, het kan. Echt waar. Ik vind het heel fijn garen. Daar kan ik ervan zeggen. Het is duurder dan de eurobollen, dat is zeker waar. Maar het is niet onbetaalbaar. Ik geloof dat deze bol was 2,75. Nou ja, en voor dit ding heb ik maar 2 bollen gebruikt. Dus dat valt best wel mee, denk ik. Het is te doen. En als jouw budget het dus niet toelaat, het is ook echt heel gaaf te doen met eurobollen. En van de Action en de Vibra en noem maar op. Gaat hartstikke goed. Maar als ik dan denk van, nou ja, of wat kost de Fenna, die is ook niet echt een euro per bol. Dan kun je ook een keer dit proberen. Dat is gewoon echt superleuk. Bestel met mensen samen, dan kom je ook niet aan verzendkosten en zo. Nou ja, ik wens je hier heel veel haakplezier mee. En ik zie je graag terug bij een volgende tutorial.